mensen. Ik ga voorlezen uit het boek Bonnie, het zwarte pony op de kinderboerderij. Hebben zoveel spullen allemaal opgehaald. Deze week is die week daarop is het ook boekenbeurs. Daar gaan we ook heen. We hebben meer dan 200 boeken. Iedereen in het dorp weet dat het kinderboerderij beginnen. En daar een paar dagen voor de opening brengen we Bas en ik folders rond. Die hebben papa en mama klaargemaakt. Dan worden alle mensen uitgenodigd. Op de folder komt foto van Bonnie, want naar haar wordt het boerderij genoemd. Het komt in de krant te staan. Ook de fotowedstrijd, want die gaat door. Je kunt er allerlei prijzen mee winnen. Die moeten we nog kopen. Teun heeft weilanden erbij gekocht. Volgende zomer komt daar een camping. Papa en mama gaan reizelen en nemen. Dat zou je winter zijn. In de winter zijn. En de winter zullen we niet veel kinderen komen kijken. Dan is het meeste dieren binnen. Klapt ze haar dagboek dicht. Zo, zegt ze. Dat is ook weer bijgewerkt. Ank kan haar ogen niet meer openhouden van de slaap. Het is al laat geworden. Kinderboerderij is bijna klaar. Nu moeten we dieren nog komen. Papa en mama hebben erg druk. Ze hebben heel wat kleine dingen met de auto overgebracht. Maar nog lang is niet alles. Voor de grote dingen als je meubels en bedden en komt de verhuizer. Teun woont in een nieuwe kamer. Hij heeft ook nog ruime slaapkamer met daarnaast een douche. Hij zegt telkens, ik heb een koninkrijk. Het ezeltje loopt bij de ponies. Het is helemaal opgeknapt. Met de ponies is het goede vriendjes. Alleen Ron doet nog al bokkig. Op een morgen wordt papa opgebeld door de burgemeester. Wil je hem spreken? Hij vraagt of ze beiden naar de gemeentehuis willen komen. Waarvoor zouden zij? Vraagt papa. Ik weet het ook niet, lacht mama. Het zou wel over de boerderij gaan. Hij komt hem toch openen. Morgen ga ik weer verder lezen. Bonnie en zwarte pony op de kinderboerderij.